Rise and shine, helweek dag 2. Hell yeah, we zijn wakker. En het is 5 over 5. Let's do this. Helweek dag 2. Dit is nou niet. Je kan, je kan. Proost, een lekker heerlijk glaasje water. En straks een heerlijk koffietje. En een shootje. Shootje mag je ook. Ik doe deze hele week gewoon zonder koffie, hè. En dan gaat hij de hele tijd tegen mij, heerlijk koffietje. Bartie gaat even een stukje hardlopen richting Joris. Want Joris doet ook mee met Helweek. Maar Bartie wil kijken of hij ook echt aan het hardlopen is. En dan kunnen ze elkaar meeten. Zouden ze elkaar een box geven halverwege. En dan komt hij weer terug rennen. En ik ben Dexie even uitlaten. Want ik durf niet zo goed te gaan rennen wanneer Jola nog slaapt. Want als ze dan wakker wordt dan, en ik ben er niet. Dan nee, dat vind ik niet zo fijn. Dus ik wacht even tot Bart terug is. En dan ga ik. Of ik ga met Jola samen. Want ze vindt het zelf ook wel heel erg leuk om mee te doen. Maar damn, I feel good. Ja, ik heb wel super veel gedroomd. Maar ik voel me echt goed. Ik voel me echt lekker. Dexie was helemaal aan het piepen. Omdat Bart even wegging. Oh, wat een liefde. Wat een liefde. Hé? Ja. Wat dacht je? Gaat mijn baas gewoon wegrennen van me? Jola was even vol in actie, hoor. Ja, ja, Jola is mee. Ik heb haar wakker gemaakt. En gezegd, je kan het. En nee, dit is niet zielig. Want dat wilde ze zelf, toch? Ja. Goedemorgen, al week. Het is nu 6:15. Het duurde even een kwartiertje voordat Jola helemaal klaar was. Maar ze werd wel meteen wakker en ze zei, ja, ik wil. Huh? Alleen met mijn kleren ging ik nog even in bed. Ja, met haar kleren ging ze nog even in bed. Maar dat maakt niet uit hoor, schat. Je doet het hartstikke goed. Drie keer vijf. Drie keer vijf? Ja. Dus dit. 1, 2, 3. Mag ik eens even kijken? Ja. 1 keer. Ja. 2 keer. Ja. 15. Ja. Goed zo. Hey, Joris is er ook bij. Hell yeah. Hell yeah. Van de modus en de focus. Dat betekent, de modus is zeg maar een beetje je gemoedstoestand en je focus is zeg maar hoe erg je ergens op gefocust en eigenlijk geconcentreerd ongeveer mee bezig bent. Ik vind zelf eigenlijk wel dat ik qua modus wel best wel goed zit, vooral tijdens mijn werk. Dan kan ik wel echt een soort instelling hebben van
Nou, vandaag ben ik gewoon vrolijk en alles is gewoon leuk. En met die modus zorg ik eigenlijk voor dat ik dat ook uitstraal. En eigenlijk heb ik dan meestal gewoon niet dat ik tussendoor chagrijnig word of ergens tegenop zie. En eigenlijk krijg ik daardoor ook alleen maar positieve reacties terug van mensen. En dat houdt eigenlijk de hele vibe, de hele dag een beetje positief. Niet altijd hoor, soms ben ik gewoon super moe en dan vind ik het best wel moeilijk om die modus vast te houden. En dan merk ik ook echt meteen, wanneer ik die even laat gaan, dat ik ook daar weer andere reacties op terugkrijg. Snap je? Dus het is gewoon ja, best wel afhankelijk van wat je uitstraalt, hoe je je voelt. En welke instelling je daarbij hebt in het begin. Dus welke modus je vasthoudt voor jezelf. Ik vind dat met werk wat makkelijker om die knop om te zetten dan in privé. In privé laat ik mezelf toch best wel snel meesleuren door mijn emoties. Die gaan weg de dag af en toe voorbij komen of hoe moe ik ben. En dat soort dingen die spelen dan allemaal een beetje een rol. Dus dat wil ik wel een beetje gaan aanpassen om die modus dus ook in mijn privé tijd wat beter te laten worden. En vooral de focus. Dus ik ben soms heel druk en echt met 10.000 dingen tegelijk bezig. En dan zeg ik ook steeds tegen mezelf van ik ben te druk, ik ben te druk, ik ben te druk. Terwijl eigenlijk moet ik het gewoon veel gestructureerder doen. En alles met wat meer rust en tijd doen en beter doen. En dan pas het volgende. Dus dat is eigenlijk een beetje het idee dat ik daaraan werk vandaag. En wat ben ik nu aan het doen? Ik ga nu eventjes iets doen wat ik al een tijdje uit heb gesteld. En dat is een nieuwe kanaaltrailer maken. Dus ik ga even kort wat over mezelf vertellen voor de camera. En dan ga ik daar morgen een leuke trailer van maken voor mijn YouTube kanaal. Ik heb alles van het to-do-list gedaan. Dus ik ga nu met Bart beneden helpen met de keuken. Jongens, ik vergeet helemaal te vloggen. We zijn weer een stukje verder aan het gaan met de keuken. En de rand hebben we nu neergezet. En die gaat straks vast. We zaten zo lang te twijfelen of we het donker moeten laten. Maar nu vind ik het toch wel mooi als het zo donker blijft. Het wordt wel nog maar beter. Ik ga even dat plakspul opnemen. Dus die rechterkant is nu helemaal magnetisch. En de linkerkant is nu helemaal magnetisch. Dat is zo leuk! Oh ja, en je zult dus ook wel begrijpen dat ik nu dus alle leuke magneetjes spaar en zoek. Dus mocht jij een leuke winkel weten waar ze hele leuke magneetjes hebben, dan moet je het even laten weten. Bij de HEMA vind ik zelf dat ze altijd hele leuk hebben. Daar heb ik volgens mij deze ooit gekocht. Die. En die sterretjes. Die sterretjes heb ik ook van de HEMA. Die vind ik echt super leuk. Deze. Deze had ik van de Karwei gisteren. Maar die zijn wat meer standaard. En deze heb ik van Hornbach. Ik doe niet meer mee met vroeg opstaan, want ik ben nu heel moe. Ja, arm poepje. Door mijn poepje is moe. Ja, het was ook een beetje vroeg hè, voor de 6 uur is ze opgestaan. Is te vroeg, ja. Maar ik doe wel mee met de helweek, met andere dingen. Dus heel gezond eten en goed turnen. Goed sporten en geen televisie. Ja, yeah. Nou dat vind ik al hartstikke cool. Bam. Dat is hier gewoon sexy. Nou en, dat ben ik toch ook. Magere rundervinkjes en zoete aardappel. Nou, ik ben dus op Bart aan het wachten die nog steeds aan het sporten is. Echt respect voor hem dat hij dat doet. Ik geloof ik wel de derde keer vandaag dat hij gaat sporten. Ik ben echt kapot. Ik vond 1 keer sporten eigenlijk al genoeg. Maar goed, ik moest bij Yola blijven. Dus ik had sowieso geen keus. En die slaapt overigens nog steeds niet. Die wil maar niet te slaap vallen vandaag. Terwijl ik zelf gewoon echt heel graag naar bed wil. En het is nu geloof ik 8:30. Dus ik zei net al tegen Bart van we gaan gewoon eerder slapen vandaag. Want volgens mij kan ik nu al slapen. Ik heb alles al klaarstaan. Sportkleren voor morgen liggen weer klaar. Morgen is het de dag van time management. Dat betekent dat je dus goed tijd gaat leren indelen. En ik moet dat hoofdstuk nog even een keertje goed lezen. En dan zal ik er morgen nog wat over vertellen. Dus ja,
Ik weet ook niet meer zo goed wat ik moet vertellen. Ik ben zo moe. Ik heb ook last van mijn nek. Wondjes in mijn mond. Ik lig even lekker in bed. Want ik was toch aan het wachten op Bart. Dus boeien. Het kan altijd wel even duren als hij weg is. En hij is nu beneden. Maar Joris is er ook nog. En ik heb geen zin meer om naar beneden te gaan. Dus ik ben even iets aan het uittesten. Ik had namelijk een douche radiootje gekocht bij de Action voor 6 euro, geloof ik. Dus ik ga hem nu even uittesten. Dus kijken hoe dat werkt. Als ik niet in slaap val terwijl ik dat doe. Hey. Hij doet het. Oké. Gisteren was ik ook al vergeten af te sluiten. Dus vandaag vanuit een oververmoeid lichaam en geest en hoofd. En een bezweet lichaam. Een bezweet lichaam wat nu heel even snel gaat douchen. Zeker. Stink ik? Ja. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Morgen weer een nieuwe dag die voor ons heel vroeg beginnen mag. Maar daar hebben jullie geen last van, behalve dan dat jullie weer moeten kijken morgen. Dankjewel. Doei. Doei. Hoe zacht is dat? Doei.